Goedemorgen en welkom bij de leesles, les 5 van thema 5. We beginnen met het rijtjesboek lezen en je mag gelijk met me meelezen. Gauw, pauw, paus, poos, roos, reis, boek. Koek, kook, kookt, rook, reuk, pauw, douw, pal, poel, doel. Koel, roel, roep, roept, raapt, gaapt, gaap. Nou, misschien vond je me veel te snel of veel te langzaam. Ik wil je vragen om alle rijtjes te gaan lezen op jouw tempo. Je leest ze één keer en als er iemand bij je zit die misschien de tijd bij kan houden, dan mag die dat doen. Dus lees ze allemaal één keer en kijk hoe lang je erover hebt gedaan. Daarna lees je ze nog een keer, alle rijtjes, en dan kijk je of je de tweede keer sneller bent. Zet de video maar op pauze. En was je de tweede keer sneller? Super geoefend. Het doel van vandaag is dat we woorden lezen met de nieuwe letter ui. We gaan dus een nieuwe letter leren. En bij een nieuwe letter wordt een filmpje. Kijk maar mee. Vandaag gaan we het hebben over de ui. In kruiwagen zit een ui. Kijk maar, het is een echte ui. Hé, nu zitten er druiven in de kruiwagen. Daar heb je een muis. Muis is een woord met de ui. Maar er is nog iets wat je kunt eten en wat met de ui is. Spruitjes. Die vindt de muis niet lekker. Hij gaat weer naar huis. Dat is leuk, een tuinslang. Kijk maar uit, straks word je nog nat. Maar water kan ook heel leuk zijn. Kijk maar, een duikplank. En een duikbril. Ga maar lekker stuiteren. Dag! En bij de ui hoort natuurlijk ook een klankgebaar. En het klankgebaar gaat als volgt. Ui. Eerst het bakje, dan het mesje. Leg neer en kijk af. Doe maar met haar mee. Ui. Eerst het bakje, dan het mesje. Leg neer en kijk af. Onthoud dus goed dat je eerst het bakje doet en dan het mesje. En dan kan je hem neerleggen en kan je afkijken hoe die moet, zodat je hem niet per ongeluk omdraait. Dus eerst het bakje, dan het mesje. We gaan woorden zingen met een ui. Doe maar mee. Muis. Muis. Huis. Huis. Uit, uit. De wandkaart van de ui, daarop zien we een muis en een ui. En ik zie ook een kruiwagen. Kruiwagen is ook met een ui.
Een ui, waar zou die horen op ons klankenbord? Waar zou die horen? Een ui is natuurlijk een tweetekenklank, want dat bestaat uit twee verschillende ui. Tekens. De ui. Het leesboek. Eens even kijken naar het verhaal. De titel, die lees ik eerst. Een pruim voor Harm. Een pruim voor Harm. En ik zie een jongetje in een boom en die probeert een pruim te pakken, maar ik zie ook een uil. En nou, misschien is die wel gevallen. Nou, dit verhaal gaan we straks lezen. Maar eerst gaan we natuurlijk op zoek naar de ui. En dit is de zoekplaat van de ui. En als ik even goed kijk, dan zie ik hier al een muis zitten. En een muis is natuurlijk met een ui. Je mag je leesboek pakken of het gewoon aanwijzen. Op deze plaat de woorden met een ui. En er zit er een heleboel in. Dus zet de video maar op pauze en ga op zoek naar zoveel mogelijk woorden met een ui. De ui. Nou, eens even kijken, want ik had muis al gezegd, dus die doe ik in ieder geval. Fruit. En bruid. Duif. Schuim. Had je die ook? Het is een ruit. Ruit is hetzelfde als een raam. Een glas, een ruit, huis, is die aan het duiken, en duim, duiken, had je er nog meer gevonden? Oh, hier natuurlijk pruim, en een uil. Nou, ik denk dat er nog wel meer woorden met een ui verstopt zitten. Als je die hebt gevonden, hartstikke knap. Woorden met een ui. Lees je met me mee? Het huis. De tuin. De uil. De pruim. De duim, de buik, lui, het fruit, de muis, de ruit, de kuil, de duif, de kruik, de trui. Je mag de video op pauze zetten en dan ga je de woorden zelf nog een keer lezen. De ui. De ui bestaat uit een u en een i. Doe maar even in de lucht mee. Naar beneden, boogje naar boven, zelfde weg naar beneden en een stip. Dat is de ui. Tijd voor het rijtjesboek. In het rijtjesboek gaan we voor koor doen. Dus ik lees hem voor en je leest hem samen met mij na in koor. Riem, riem. Ruim, ruim. Pruim, pruim. Kruim, kruim. Kruin, kruim. Kraan, kraan. Vies, vies.
Mies. Mies. Muis. Muis. Huis. Huis. Ruis. Ruis. Reis. Reis. Trui. Trui. Ruit. Ruit. Uit. Uit. Uil. Uil. Iel. Iel. Wiel. Wiel. Ruilt. Ruilt. Ruikt. Ruikt. Rijkt. Rijkt. Reuk. Reuk. Roek. Roek. Riek. Riek. Nu mag je zelf de woorden lezen. Twee keer alle woorden. Zet de video maar op pauze. Goed geoefend hoor. Tijd voor het leesboek. Het leesboek gaan we samen lezen. Lees maar met me mee. 1. Pruim voor harm. Harm is in de tuin. Hij loopt naar de boom. De boom met de pruim. Harm wil die pruim. Dus hij klimt in de boom. Kijk daar, een uil. Dag, uil, roept Harm. Ik kom er aan. De uil poept op Harm. Oh jee, Harm zegt: vies beest. Harm reikt naar de pruim. Kijk uit, roept papa. Te laat. Harm valt uit de boom. Bam! Op het gras in de tuin. Doet het pijn? Vraagt papa. Het valt mee, roept Harm. Maar kijk eens op mijn trui. Die pruim is wel voor mij. Je mag zo de video op pauze zetten en dan ga je zelf de witte tekst lezen op je eigen tempo. Als je daarmee klaar bent, dan ga je samen de oranje tekst ook lezen. Of je leest hem mee met je vinger, of je leest hem hardop mee. Maar je doet hem wel samen. Dus de witte tekst zelf en de oranje tekst samen of alleen maar met je vinger dat het voorgelezen wordt. Zet de video maar op pauze. Tijd voor het werkboek. En in het werkboek gaan we op zoek naar woorden met een ui. Ik zal ze even voorlezen. Als je er al eentje hoort, dan mag je alvast je vinger opsteken of op de tafel een klap geven, wat jij wil. Daar gaan we. Duim. Been. Broek. Bruid. Nou, bij de bruid, daar hebben ze al een cirkel, daar hoorden we al de ui. Voet. Rug, buik,
Huilen. Lachen. Of, oh nee, ik denk dat ze bedoelen blij. Zwart. Zou het bruin zijn? Noem maar bruin. Hoor je daar de ui? Muis. En trui. Daarna ga je kijken naar de woorden en je moet een ui of een ei invullen. Dus bij vuist hoor ik een ui. Dan schrijf je een ui op. Bij prijs hoor ik een. Dat mag je zelf invullen. Daarna ga je de volgende bladzijde doen. Je goed lezen. Kees ruikt. En Kees die zit hier en die ruikt aan zijn kopje koffie. Ga je alle woorden lezen. Daarna ga je woorden maken. Dus bruin. En die doe je daar naartoe. Zet de video maar op pauze en ga je werkboek maken. Die gaan we straks nakijken, maar eerst gaan we nog wat woorden zingen. Doe maar met me mee. Duim. Duim. Buik. Buik. Voet. Voet. Huis. Huis. Vuist. Vuist. Tijd om het werkboek na te kijken. Gaan we eens even kijken. Duim was met een ui. Bruid hadden ze al gezegd. Buik. Huilt. Was inderdaad bruin. Muis en trui. Hier moesten we invullen een ui of een ei. Vuist hadden ze al gedaan met een ui. Prijs is met een ei. Druif is met een ui. Grijs is met een ei. Kruis is met een ui. En hier moet natuurlijk staan pruik. Misschien kan ik daar nog wel een ui van maken. Ruik. De volgende. Kees ruikt hadden we al gedaan. Lees maar met me mee. Pim duikt. Lot huilt. De buik. De muis. Het fruit. De woorden maken bruin, pruim, druif en trui. We hebben vandaag geoefend met de nieuwe letter U en we hebben een verhaal gelezen. Een pruim voor Harm. Die mag je natuurlijk nog een keer lezen om extra te oefenen. En de volgende keer gaan we nog een keer oefenen met de letter U. Dus ik zie je de volgende keer.